beste mensen en welkom bij een nieuwe video. Jullie vragen je waarschijnlijk af waarom sta ik hier? Normaal zit ik altijd in de hoek daar voor mijn video's, maar nu sta ik hier bij deze vreemde witte plank op een stel kasten. Nou, het is onderdeel van een nieuw video idee wat ik heb, waar ik de komende paar maanden mee bezig ga. Deze kasten namelijk heb ik hier een tijd terug gekregen. En toen was een wens van mij om een witte, of nou in ieder geval een plank, erop te krijgen om een modeldiorama op te maken. Want ik had altijd een modelspoorbaan in de kelder staan en dat was helemaal mooi. De tijd werd minder en ik kon er niet meer mee bezig. En toen heb ik besloten het op te ruimen. En het begint wel weer een beetje te jeuken. En dit staat er ook alweer 2 jaar. Hij heeft ook een tijdje in de baan opgestaan. Maar dat was niet echt een succes. Dus dat heb ik weer opgeruimd. Ik dacht eerst maar eens even met andere dingetjes aan de kant. En dan kunnen we hier weer mee bezig. En ja, ik zit nu wel weer met wat extra tijd. Ik heb er weer zin in. Ik heb recent gekregen van 2 collega's van mij. Een draaischijf en een ringloods. Wat mij weer een beetje aangewakkerd heeft om hiermee aan de gang te gaan. Dus wou ik een beetje een videoserie gaan maken, weet ik veel hoe lang, waarin ik met mijn modeldiorama bezig ga. En dan hoop ik aan het eind van het jaar een beetje, oudejaarsvideo, hoop ik dit diorama klaar te hebben. We gaan het opdelen in meerdere stappen. Het is een doorlopend stappenplan. Dus als je zelf een diorama wil gaan maken, zou je deze stappen kunnen gaan gebruiken om zelf een diorama te maken. Maar ik doe het in ieder geval volgens de volgende stappen. De eerste stap die ik aanhoud is: wat wil ik laten zien en wat heb ik beschikbaar om het te laten zien. Want belangrijk is, ik heb een plaat van, het zal zijn 3,5 meter bij 40 centimeter zo'n beetje. En ik wil graag iets doen waar ik lekker veel op kan rangeren. Aanvankelijke plan was een stationsgebouw, een stationnetje. Klein stationnetje aan een eindpunt van een spoorlijn. Maar de ruimte was daar niet echt genoeg voor. Dat was niet echt wat ik wou. De lijnen van de uitgetekende sporenplan wat ik had, staan nog op de plaat. Dus dat zou ik als richtlijn kunnen gebruiken voor het nieuwe. En er zitten ook nog verschillende gaten in van de wisselaansluitingen. Maar mijn plan is nu om een locomotievenwerkplaats te gaan maken. Zonder echt een land als voorbeeld. Zodat ik verschillende landen aan locomotieven door elkaar kan gaan gebruiken. Mede omdat ik dus die draaischijf heb, wil ik die graag erin verwerken. Ook met de ringloads. En ik wil het liefst alle aspecten van het verzorgen van een stoomlocomotief erin kwijt. Dus een kolenbunker, een watertoren, een bezandingstoren, en wat er ook bij hoort, administratiekantoortje en kleedruimtes en dergelijke. Dus dat is een beetje wat ik wil laten zien. En wat heb ik ervoor beschikbaar? Dus deze ruimte van 3,5 bij 0,4 meter. En daar is ook meteen de eerste uitdaging. Want het is voor wat ik wil een beetje klein. Ik wil graag een draaischijf en een grote koleninstallatie en dergelijke. En daarvoor is deze 3,5 meter niet aan de kleine kant. En daar had ik iets bedacht. En dat zal ik even laten zien. En dat is dat dan hier zou dan een beetje op de strijkplankachtig principe met scharnieren een plank moeten komen die naar beneden komt. En dan met hier een opening in de zijplaat. Zodat de treinen van de diorama af kunnen rijden. Als het ware. Zodat ik ze hier rustig buiten het zicht kan omdraaien. Verwisselen en dergelijke. Daar wil ik ook een filmpje over maken. Dat ik dit aan het maken ben. Dat is op zich niet heel moeilijk. Het is een kwestie van 2 scharnieren en een plaat. Met een poot eronder. En wat ik vandaag wil gaan doen. Ik wil een sporenplan gaan uitleggen. Dat natuurlijk het spoor is de basis van alles, want daar rijden de treinen op.
Ik heb nog niet al het spoor beschikbaar, omdat de draaischijf die ik heb, ik weet niet precies welke draaischijf het is. Ik zal even een beeld van de draaischijf in de video zetten. Als iemand weet welke draaischijf het is, hoor ik dat graag in de reacties. Want ik zoek namelijk nog aansluitspoortjes. Ik had bedacht in eerste instantie gewoon uitbreidingssets voor aansluitspoortjes te kopen en die in te bouwen in deze, omdat ik er geen aansluitspoortjes bij heb. Het enige nadeel is dat ik C-rails heb. En het is handig als je een draaischijf wil gaan gebruiken om K-rails te gebruiken. De nieuwe draaischijf van Märklin die is volledig voor C-rails ingericht. Maar de oude standaard was K-rails. Daarvoor heb je dus overgangstukje nodig. En in de loods moet sowieso K-rails komen te liggen, omdat C-rails niet in de loods past. Dus er moet sowieso rails besteld worden. Dat gaat waarschijnlijk ook dit weekend gebeuren, zodat ik snel verder kan. Probeer ik toch voor zover als het mogelijk is vandaag een baanplannetje uit te leggen. Zodat ik weet wat ik nodig heb om verder te kunnen. Dan zullen jullie in de volgende video's verder gaan met de eerste landschapsdingetjes en elektrische aansluiting dingetjes. Zullen jullie het bestelde spoor zien en hoop ik in ieder geval dat draaischijf verzonken te hebben in de plaat, want dat is ook nog een dingetje. Dus, ik zou zeggen, niet langer lullen. Laten we spoor gaan leggen. Dit is al het spul wat ik in eerste instantie beschikbaar heb en wil gaan gebruiken. Helemaal daar in de verte ligt al een stukje spoor aangesloten. Dat is het spoor dat op de centrale aangesloten zit. Die aansluiting die is een soort van vast in de tafel. Dus dat is het uitgangspunt. En van daaruit wil ik het een beetje gaan opbouwen. Het is nog een beetje de vraag hoe ik het wil gaan indelen, want ik wil deze draaischijf erin kwijt met deze ringloods. Deze ringloods heeft de drie sporen en in principe een uitgang aan de achterkant. Maar die wil ik niet gaan gebruiken. Gewoon drie aan de voorkant, simpel zat. En er zijn een paar opties. Deze draaischijf heeft een beperkt aantal uitgangen op dit moment. Ik zou kunnen overwegen om nog extra uitsparingen te maken, om nog meer spooraansluitingen te genereren op de draaischijf, omdat het een analoge draaischijf is, werkt dat gewoon. Uitgangspunt moet zijn een driesporige ringloods met een draaischijf, twee kolensporen het liefst, een spoor met een bezandingstoren eraan, een losweg en een laat los perron, zodat ook kleine goederentreintjes hier bediend kunnen worden. Enkele opstelsporen naast de sporen in de ringloop zouden ook mooi zijn. Dus ik ga nu even een beetje knutselen. En jullie zullen de beelden zien en ik spreek jullie weer als ik een beetje klaar ben.
negeer deze kabelbende even. Komt omdat ik één stootblok tekort kom eigenlijk. Dit is een verlicht stootblok en die heb ik op deze baan niet nodig. Maar dat stootblok dat daarachter staat, het komt straks vrij. Als ik daar K-rails neerleg. En dat stuk K-rails wordt waarschijnlijk iets korter. Maar ik mis hier ook nog een bochtje. En een bochtje heb ik nog wel. Maar dan zou hier een eerste opstelspoortje komen voor een locomotief. En dit wordt dan een losweg. Hoe ik dat met dat stootblok ga uitwerken weet ik nog niet. Misschien dat ik het gewoon zo laat doodlopen. En dan dit dek ik dan natuurlijk af met een soort van wegoppervlak. Daar heb ik wel een ideetje voor. Dan hebben we hier een beetje een wisselstraatje. En dan komt hier het kolenspoor. Met dus deze kolenkraanbakding. Wat ik ook zou kunnen doen daarmee. Een losperronnetje voor een stuk goederenwagen. Of voor de kolenwagens die hier aangevoerd zouden kunnen worden. Dan heb je hier dus nog een locomotiefspoortje. En dat wordt of het spoor met de bezandingsinstallatie. Of het spoor met de dieseltank. Voor diesellocomotieven. En dan kom je hier dus op de draaischijf. Ik zat een beetje te twijfelen over wat ik met of ik deze uitgang zou gaan gebruiken. Want die uitgang had ik eerst bedacht, kan ik wel zo een bocht meemaken hierheen. Maar dat pakt niet echt uit zoals ik had gehoopt. Dus dat doen we niet. In ieder geval heb je dus een extra spoortje naast de ringloods voor het opstellen van een locomotief. Dan kun je hier een iets kleinere locomotief nog kwijt. Ja, dat is het eerste plan. Het is niet perfect, denk ik. Want ik mis bijvoorbeeld nog een spoor voor de diesellocomotief om bij te tanken. Het kolenspoor staat nu een beetje dicht op de rand. En om bij de losweg te komen moet je eerst uithalen naar dit opstelspoor. En dat kan niet als er een locomotief staat. Dus het is nog een beetje twijfelachtig. Ik ga een beetje kijken hoe ik dit kan verbeteren. En dan kom ik zo wel weer bij jullie terug. Iets andere uitkomst. Het komt ongeveer op hetzelfde neer. Wat ik anders heb gedaan is dat ik de wisselstraat een beetje heb omgedraaid. Dus nu moet een locomotief, als hij van achter komt, eerst vooruit steken tot aan de draaischijf. Achteruit naar of hier bezandingstoren, kolenspoor, losweg.
Heeft een nadeel, want als ik een goederentreintje heb, zou die dus tot op de draaischijf moeten rijden. Dat is niet echt realistisch. Ik zou ervoor kunnen kiezen om dit wissel nog een sectie terug te plaatsen. Wordt de losweg iets korter van. Nou, op zich is hij zo wel lang zat. Maar dan wordt de losweg iets korter. Dan kan de goederentrein op dit stuk uithalen. En dat moet passen. Dan heb je dit spoortje om locomotief op te stellen. Ik zou hier ook eventueel een tankplaat van kunnen maken voor diesellocomotieven. En dan heb je hier nog een extra spoortje. En weer 3 opstelsporen in de ringloods. Niet echt heel anders. Goed. Ik denk dat het vorige baanplan mijn voorkeur heeft. Maar ik wil nog even kijken. Dus ik doe even snel... Kijk, nou heb je dus 3 secties om je locomotief met goederentrein op uit te halen. Dat zou lang zat moeten zijn. Denk ik zo. Al moet ik zeggen, mijn inspiratie is ook wel een klein beetje op. Dus ik ga nog 1 keer proberen. Nog eentje te maken. En dan kom ik weer bij jullie terug als ik klaar ben. Van dit baanplan word je niet zeeziek, maar spoorziek. Jezus, er liggen heel veel sporen. Ja, ik vind dit ook wel een beetje extreem hoor. Ja, ik had bedacht dat als je hierheen wil om kolen te laden, dan moet je dus eerst vooruit en dan weer achteruit. Maar wat doe je dan met dit spoor? Het spoor is dan loos. Zou je hier een rangeerlocomotief neer kunnen zetten, maar ik weet ook niet of dat echt... Dan zou het voornamelijk een uithaalspoor zijn voor de kolenbelading. Dan zou je hier een locomotief neer kunnen zetten of je zou hier een tankplaat neer kunnen zetten. Dan zou je dit eventueel losweg kunnen maken. Dit spoor, maar dan... Ja, hoe krijg je dan... Als je komt hier binnen met je locomotief, hoe krijg je je locomotief dan eromheen? Ja, dan moet je eerst een rangeerlocomotief hier aan koppelen. Op zich geen probleem. Ook wel weer geinig. Ja. Maar goed, dan zou dit nog een opstelspoor zijn voor locomotieven. Ik ben er sowieso over uit dat de draaischijven en dergelijke komen daar te liggen. Dat is een ding dat zeker is. Maar verder... Ja. Nou, ik ga nog even rustig erover nadenken. Ik zal nu geen timelapse maken van het sporenplan maken. En dan kom ik bij jullie terug als ik een keuze gemaakt heb. Ik heb er eens even een tijdje bij gezeten, een beetje over nagedacht. En ik ben tot een redelijk baanplan gekomen, waarin ik toch nog best wel wat spoor bespaard heb. Ik zal het even aan jullie laten zien. Ja, het begint hier. Natuurlijk aan deze kant waar het schaduwstation, zo heet het schaduwstation, komt te zitten. Dan gaan wij rustig de baan af en hebben we hiervoor... Hebben wij een opstelspoortje waar waarschijnlijk de bezandingstoren komt te staan. Als ik die erbij wil, anders dan wordt dat gewoon een opstelspoor. En daarachter hebben we dan de losweg. En dan hiervoor hebben wij het kolenspoor en daarachter nog een opstelspoor. Of dat een dat opstelspoor, misschien dat ik een nieuwe kit, een bouw.
bouwkit ga kopen met een grotere kolenkraan eroverheen in plaats van deze ernaast, omdat het me niet helemaal naar het zin is nog, deze kolenkraan hiernaast. Nou goed, en dan heb je hier achter dus de draaischijf en een ringloods. Ik heb het spoortje hier even weggehaald, maar er komt hier toch echt een vierde spoortje naast. En dat wordt de ska-rails. Dan moet ik dus voor deze komt een overgangsspoortje in de plaats. En dan waarschijnlijk schuift het dan nog een klein beetje naar voren. Dan moeten dus 1, 2, 3, 4, 5 aansluitspoortjes voor de draaischijf komen. Nou, dat is hem dan. De eerste video over het modelbouwdiorama. Volgende keer ben ik er weer. En dan hoop ik het spoor binnen te hebben. En dan kunnen we de baan aansluiten en testen. En misschien alvast de volgende stap zetten. En wat dat is, dat bewaar ik voor de volgende keer. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Zie ik jullie graag terug bij de volgende video.